Na de auto wordt ook binnenkort de fiets uit het centrum geweerd. Maar moeten we dan nu echt gaan lopen? Nu kun je hier nog fietsen, maar als de plannen doorgaan komt de voetganger binnenkort op één te staan in het centrum. In een aantal straten zijn fietsers helemaal niet meer welkom. En op andere plekken mag er alleen nog gefietst worden op bepaalde momenten van de dag of week. Op de fiets in je huppie is een iets, die rijdt er een rondje mee. Op de fiets, want dan doe je toch iets. Het is gezelliger met z'n twee. Ik vind het eigenlijk wel goed, want sommige mensen die kunnen gewoon eigenlijk niet fietsen, laat ik het zo zeggen. En ik denk wel dat het veiliger zou zijn. Ik snap het wel. Sommige mensen fietsen zo ontzettend hard door die straten heen. Dan snap ik het wel. Ik woon in het centrum bij het oude postkantoor. En ik heb vooral last van die maaltijdfietsers die je soms voor de sokken rijden. Als je met de fiets aan de hand loopt, dan ben je voetganger. Dat doe ik altijd al. Ja, als je hier doorheen fietst, is sowieso onhandig, denk ik. Alleen heb ik altijd als er hele drukke evenementen zijn en zo. En fietsen worden dan weggehaald, zo vind ik het altijd wel een beetje lastig. Omdat, ja, mensen moeten toch hun fiets kwijt. Dus ik denk dat er dan wel meer mogelijkheden moeten worden gecreëerd om je fiets überhaupt neer te zetten. De gemeente is aan het nadenken over een fietsverbod in de drukke straten van Nijmegen. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik minder leuk, want ik doe veel met de fiets in de stad. En waar moet de fiets dan staan? Dat vraag ik me dan af. Ik snap het, maar het is wel bijvoorbeeld, stel je woont hier, je moet dan naar je huis om dat hele stuk te lopen, is natuurlijk wel erg vervelend. Ja, ik denk wel een goed idee, maar... Oh, de hele binnenstad, dus ook hier? Ja, een aantal straten, ja. Ja, ik ben het zelf niet mee eens, denk ik. Ik zou liefst wel hier fietsen. Maar ik begrijp het ook weer wel, want het is wel gevaarlijk als je hier fietst. Nee, dat kan niet verboden, want dan moeten mensen fietsen worden, hè, met die veiligheid. Ja, ik zou scooters eerder begrijpen dan fietsen. Ja, het zal misschien wel veiliger zou zijn, maar in principe het kan niet heel veel plaatsen. Je geeft ook geen uitstoot of zo. Heeft u zelf ook last van fietsers als u door de stad loopt? Als ik door de stad loop, valt wel mee. Nee, ik heb meer last van fietsers als ik door de stad fiets. En heb je zelf ook last van fietsen als je gewoon aan het lopen bent? Nou nee, niet per se eigenlijk. Niet dat ik ooit heb gedacht van, oh nou die fiets me omver of zo, nee. Ik vind het ergens een beetje onzin, maar ja. Ik ben het wel een beetje met haar eens, ja zeker. Ja. En heeft u nog tips voor de gemeente waar ze echt op moeten letten? Nou, dat in ieder geval iedereen de stad kan bereiken, ook mensen die wat slechter lopen. Ja, vooral denk ik veel jongeren en studenten ook meenemen, denk ik vooral. En ook ja, gewoon iedereen, niet alleen studenten, maar ook mensen die hier natuurlijk veel lopen en zo. Dat denk ik vooral. En zouden jullie zelf aan het verbod houden? Nee. Ja, soms dan moet ik daar zijn en dan denk ik, dan fiets ik daar toch even snel doorheen. Dus ja, ze kunnen dat wel doen, maar ik denk dat nooit iedereen zich daaraan gaat houden. Ik denk toch stiekem nog fietsen. Dus stel het heel rustig en denk, oh dat kan wel. Maar stel het gewoon druk, dan moet je gewoon afstappen. Zou je eraan houden? Ja. Ja? Nee, ja, maar fuck dat. En heb je nog een advies voor de gemeente waar ze echt op moeten letten? Diefstal. Mijn tas is gisteren gestolen. Misschien moeten ze daar eens mee bezig.